Hallo allemaal, ek ben Sandy van der Graaf en jy kyk na een uitlegvideo voor Hobby Alternatief. Ek weet dat ek de laatste paar dagen heel veel heb gedaan met Brashow, maar dit product is so uitgebreid te gebruiken dat het niet allemaal in een bericht past. Vandaag wil ik jullie laten zien dat het ook mogelijk is om met Brashow te aqualeren. Jy kan self bepalen hoe donker jy de kleur wilt. Voor de achtergrond heb ik tissuepapier in kleine stukjes geknipt. De tissuepapier heb ik op mijn aquarelpapier gestrooid. Ik wilde wel veel wit overhouden, dus heb ik het een beetje geconcentreerd en het midden op het papier gedaan. Ik spoelde stukjes tissuepapier nat met water en wachtte tot zij droog waren. Daarna heb ik ze verwijderd. Als stempels heb ik een tekststempel gekozen van Marianne Design Eline's Words en van Craft Sensations Clear Stamps and Cutting Dies de bloemen. Voor de bloemen heb ik een vel A4 kopieerpapier twee keer dubbel gevouwen en ze toen uitgestanst met de bijbehorende snijmal. Dat gaf mij 4 maskers van iedere bloem, zodat ik de bloemen over elkaar heen kon stempelen. Na gebruik heb ik de masker samen met de stempels opgeborgen, zodat ik ze later nogmaals kan gebruiken. Als inkt koos ik Stison Jet Black inkt, omdat deze heel goed tegen water kan. Voor aquarellen heb ik een plastic palet gebruikt. Voor iedere kleur brashow heb ik 2 bakjes naast elkaar gebruikt voor een donkere en lichte schakering. Ik spoot er water bij. Met een penseel van Crelando, nummer 4 rond, bracht ik met de lichte schakering een onderlaag op de bloemen aan. Vervolgens creëerde ik een bovenlaag met de donkere schakering. Lijnen en schaduwen te accentueren, koos ik voor Staedtler Pigment Liners in 0,05 mm, Stabilo Pen 68 in kleur nummer 94 en een Hybrid Gel Grip DX Gel Pen in wit.
Om de kaart af te maken, vestigde ik het aquarelpapier met schoortuip op een basiskaart en knipte de overhangende randjes weg. Bedankt voor het kijken en tot kijk!